Yo, kijkers van Online Games, van hartelijk welkom terug bij een nieuwe aflevering van de voetbalvastbij. En we gaan het hebben over afgelopen week en natuurlijk de komende week is er natuurlijk Interlandweek. Dus dan gaan we dat even allemaal invullen. En we moeten natuurlijk de extra voorspelling voor de Nations League en ook voor de WK kwalificatie 2026 nog wat. Dus dat gaan we dus ook allemaal nog doen. Maar allereerst gaan we natuurlijk kijken hoe we het afgelopen week op 2-0, 5-0-0. Ja, natuurlijk de Champions League 10-7, 5-0-0, 2-0, 10-10-0. Kijk, dat is al lekker. Hier nog wat punten. Hier, Europa League Conference League. Dus ook helemaal goed. Eredivisie 7 punten, 5-7-0-0-0. Dat is ook hier lekker aan. Gewoon bijna niet echt heel goed. Alleen 5, 7, 2, 2. De rest is allemaal 0. Nou goed. Hier ook dik 7.072227. Hier de volle 10 punten. En voor de rest is het ook niet echt lekker. En hier 7. Dus dat is ook niet echt lekker, moet ik zeggen. Goed, dan gaan we het hebben over de komende week natuurlijk. Ik heb wel wat dingen al liggen van, ja, dit is de KNVB, dat ga ik nu allemaal niet even, dat zijn allemaal amateurs, dus dat ga ik niet doen. Ik heb dit wel even allemaal ingevuld, tot donderdag, zeg maar, even tot morgen, zeg maar. Dit is dus van vandaag, het is Argentinië tegen Chili. Die wedstrijd wordt natuurlijk ook gespeeld. Kazachstan, die winnen wel, ik bedoel Noorwegen wint met 1-0, die Touwen kan winnen met 2-0. De Graafschap FC Eindhoven, dat is wel een keukenkampioenschap, een beetje raar, maar waarschijnlijk zit er ergens een inhaalwedstrijd. Frankrijk-Italië eindigen 2-2, België wint met 3-0. Volgens gaat ook Oostenrijk winnen met 2-0 en Wales wint dit met 2-1 van Turkije. IJsland tegen Montenegro eindigt in 1-0, Kosovo tegen Roemenië wordt 0. Tegen 3, Paraguay. Tegen Uruguay tegen Paraguay 2, 3-3 is ook goed. Goed. Dan gaan we zo verder. Peru, Colombia 2-1. 2-1, Georgië. Tsjechië 0-2. Ierland tegen Engeland 0 tegen 3. Roemenië. 4 1 Nederland wint wel van Bosnië. Duitsland van Hongarije. Dat is waar ook Nederland speelt natuurlijk ook tegen Duitsland en tegen Hongarije nog een keer. Oekraïne tegen Albanië 1-1. Want dat Griekenland weer gaat winnen van Finland met 2-0. Nou, op zondag om 2:30 is er nog Telstar tegen MVV. Dat eindigt in 1-1. Luxemburg met Rusland. 1-2, 2 tegen 0. 1-0. Oh ja, het valt nog wel mee. 1-0. Portugal wint met 3-0. Zwitserland. Spanje 0-3. Zweden tegen Estland 2-1. Goed. Dat slaan we allemaal op. Ho, van 15 september. Nog allemaal even overdoen. Ik denk dat ik dit even allemaal zelf ga doen. Tot vrijdag, anders duurt dit allemaal iets te lang. Dat ik nu nog al. Tot hoever? Tot hier. Weet je wat, we vullen het gewoon in. Dinsdag. Engeland wint wel van Finland, makkie.
Albanië, Georgië 1-1, waaronder dat Oekraïne weer gewinnen 2-1. Hongarije, met grapjes met 1-0, want dit is Nederland-Duitsland. Dat gaat spectaculair eindigen. Het wordt een 3-2. Waarom niet gewoon doen? 0-3. 1-1. Ja, hier willen we wat in. 0-0 kan natuurlijk ook leuk zijn. Indonesië 1-3. Noord-Korea, Qatar 0-1. Dan zijn we er in ieder geval bijna. Frankrijk, België 1-1. Hier wordt een 0-5. 5. Oh nee, nu is 5. Laten we het op 2-2 houden. Goed. Opslaan. Goed, de rest dat gaan we dus dan volgende week weer doen. Dit zijn wel een leuke wedstrijd zo te zien. Want we moeten er wat extra voor spelen. WK kwalificatie. Wat moet ik nog hebben? Dit hebben we allemaal ingevuld. Het gaat hier om Azië. Groep A. Daar gaat Iran, Qatar, kijk, Noord. Korea is niet heel goed. Ik ken deze niet, dus veel wat in. Hier wordt Zuid-Korea. En hier vullen we wat in. Hier wordt Japan 1. Australië 2. Saoedi-Arabië 3. Volgens mij China maar 4. Indonesië 5. Oh, dit is ronde 3, zie ik. Ah, kijk. En dan gaat het steeds verder. Dat is zelf met die. Kijk, ronde 2, ronde 2. Dat hebben we al een keer ingewild. Azië ronde 2. Dit is Azië ronde 3. We hebben in totaal 65 punten. Oké. Okay. Dat hebben we gehad. Wedstrijden. Nations League, heel belangrijk natuurlijk. Portugal gaat eerste worden. Vervolgens gaat Kroatië tweede. Dan ga ik toch zo op dan 3 en Polen toch 4. Hier wordt Frankrijk 1. Dan zeg ik toch Italië 2 en België toch op 3. Hier probeer zetten we uiteraard Nederland. Vervolgens zetten we Duitsland, Hongarije 3 en Bosnië op 4. Spanje eerste. Volg Denemarken, Zwitserland, Servië. Hier wordt toch Tsjechië 1. Oekraïne. En Albanië. Hier wordt Engeland eerste. Volgens Griekenland, Finland en Ierland. Hier wordt Oostenrijk, Noorwegen, Slovenië en Kazachstan. Dit wordt Wales. Dan gaat toch Turkije tweede worden en IJsland 3 en die 4. Hier wordt Zweden denk ik eerst. Slovakije, Estland en deze. Roemenië 1. Litouwen. En hier het toch weer Rusland eerste worden. Noord-Ierland 2, Bulgarije 3 en die op 4. Ja. Oké, we even zo terug. Ja, goed. Letland, Noord-Macedonië.
Gibraltar. Andorra, Italië. Dat was van groep D. Dat is gelukt. Dus waren dus ook alle extra voorspellingen. Dan zien we elkaar volgende week gewoon weer terug. Hopelijk zijn jullie er daar in ieder geval. Dan gaan we de rest even vast. Met de rest dat ga ik ook zelf wel een keer doen op de YouTube. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot volgende week dan, jongens. Mazzel!